Goedenavond en welkom bij het avondjournaal van AVS. Vandaag hebben we buitengewoon nieuws voor jullie. Op het Sint-Jans College in Gent zijn er maar liefst 16 records verbroken. We gaan live over naar de prijsuitreiking, begeleid door collega Sylvia de Sutter. Welkom dames en heren. Ik heb vanavond de eer gekregen verschillende prijzen uit te reiken. Het voorbije jaar zetten 16 mensen schitterende prestaties neer. Sommigen behaalden zelf een wereldrecord. De eerste prestatie is geleverd door Paul de Beker. Paul, jij behaalde goud op het provinciale kampioenschap babbelgeleideroverstijgen met zo'n 89,3 decibel. Proficiat? Mag ik een warm applaus voor deze prachtprestatie? Wat zijn er nog mensen die nog pech krijgen? Ik sta bovenal pas op het einde van deze prijzentrekking. Applaudisseren, ja, dankjewel. De volgende gast vanavond is Bart van Aken. Yes. Bart, je bent er gewoon aan mee geslaagd een woord uit te spreken waar drie keer letter G in voorkwam. Hoe doe je zoiets? Dankjewel Sylvia. Ik heb eigenlijk echt geen antwoord op jouw vraag. Oefening maar kunst. Ik begon met eenvoudige woorden zoals hot, hat, heel hard. Toen begon ik toch te voelen dat ik meer aankon. Na 2 jaar kon ik zelf antwoorden. Hara, hara, hara. Werkelijk ongeloofwaardig. Ik ben zeker van dat je woorden langer als gegeven zullen zijn. De volgende gast is Finn Oudenaert. Bij een jaar maar liefst 100.000 koekjes uit de Carrefour. Waarom? Ja, dat is een fantastische manier om mijn leerlingen te motiveren. Het heeft ook zijn nadeel. Ja. Ik ben er blut aan gegaan en ik heb klacht gekregen van ouders dat hun kinderen te dik zijn geworden. Oei, ik hoop dat de liefde die je krijgt van je leerlingen je financiële verlies een beetje kan compenseren. Proficiat. Tjus. Het volgende record dat werd verbroken is er eentje voor Isabel de Winter. Isabel, jij verpakt het record trolley racen. In maar liefst 13 seconden haalde je de eindsprint. Dus even kijken naar je prachtprestatie. Hoe voelde je op dat moment? Wel Sylvia, ik voelde mij natuurlijk de gelukkigste vrouw op aarde. Ik krijg nog steeds elke dag telkens compliments in de fanmails. Ja, om het op zijn Engels te zeggen, I'm having the time of my life. Dankjewel. De vijfde prestatie is geleverd door Dominique Verhagen. Dominique, je bent er vooral in geslaagd 10 zinnen in slechts 1 ademhaling te produceren. Hoe doe je zoiets? Ja, ik weet het zelf niet. Wel weet ik dat het voorkomt wanneer je mij opwint in leerlingen. Ja, als ze praten, dan horen ze niet wat ik zeg. En als ze niet horen wat ik zeg, ja, dan kunnen ze geen notities maken. En als ze geen notities hebben, ja, dan gaan ze buizen. En als ze buizen, dan kunnen ze niet aan werk raken. En als ze willen slapen, ja, dan moeten ze dat op altijd doen. Amai, ik zit het bijna weer. Maar waar, inderdaad. Volgende gast vanavond is Ruben Vernies. Weet allemaal dat het niet hoe betaalde job is. Maar wat doen jullie met zo'n massaal geld? Ach, Sylvia, je ziet er prachtig uit. Dank je. Een simpele vraag lijkt me. Genieten van het leven, zou ik zeggen. De groene bomen, blauwe lucht, roze af en toe. En jezelf af en toe verwennen, heel belangrijk. Zo kocht ik mezelf onlangs een Tesla, ontworpen door mijn groot held Elon Musk. Iets waar iedereen van droomt, lijkt me. Proficiat. Zou de vrouw
nooit meer mee gestopt. Het is een soort verslaving van mij geworden. Mijn sana en corpore sano is dan ook mijn levensmotto. Proficiat. Dankjewel, dankjewel. De volgende gast van raad is Robin van den Bos. Robin, je bent erin geslaagd een hele week les te geven zonder enige vorm van beweging in de zaal. Zeer merkwaardig, zeker voor een LO-leerkracht. We kijken even naar jouw prachtige prestatie. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. Ja, ik dacht eerst dat ik niet kon, maar zoals ik altijd zeg tegen de leerlingen, zeg nooit nooit. Want blijkbaar ben ik knap, succesvol, vindingrijk, avontuurlijk en daarbovenop nog eens zeer bescheiden. Bescheiden, hoe bedoelt u? Helemaal! Geen vragen over de vragen. Ik zeg nog maar één keer, dit hoeft niet herhaald te worden. Oké, dankjewel. De volgende prestatie steekt er met kop en schouders bovenuit. Hij is eentje voor de heer Harald Hakka. Harald, je bent erin geslaagd om een merkelijk aantal kilo's cocaïne van Nederland naar België te smokkelen. Maar liefst 114 kilogram werd in beslag genomen. Ach, valt best mee, joh. Maar ik heb een vraagje voor je. Ja. Wil je opkopen? Hou doen. Ja. De volgende zeer bijzondere prestatie is er eentje voor Nede van Loken. Wedstrijd best Engels sprekende, proficiat. Maar gelukkig vind je hiermee wel een spoedcursus Engels, de beste aangeboden in ons land. Yes, yes, great. Sis. I'm very happy and thankful for all these beautiful things in life every day. Dank je. Betreft de volgende prestatie weten we allemaal al hoe de vork in de steel zit. Timothy de Vriend. Jij wint de prijs voor beste acteur van het jaar, proficiat. Bedankt, Sylvia. Ik heb er hard voor gebroederd. Acteren is dan ook niet zomaar een hobby. Ik zie het meer als een manier van leven. Daar wil ik graag mijn vele volgers bedanken die mij geholpen hebben om dit alles te bereiken. Dank je wel. De volgende prestatie is er nog eentje voor een LO-leerkracht. Ja, ze doen het werkelijk goed dit jaar. Hilde de Vos. Hilde, jij bepakt het record meest mislukte poging over de brok springen. Maar je doet ook met een trampoline. Ja, klopt. Klopt. Ja, ze net al even moet voortdoen. Ja. Dus de aanloop, zeer belangrijk. Rechts, links, rechts. Ja, rechts dus. En dan is dus de sprong. Ja, zijn er toevallig turners in de zaal? Ja, even moet voortdoen. Ja, nee, dan ga ik hier net een knieblessure overlopen. Alweer van zoveel te trainen. Dus ja, ik ga gewoon mijn vervanger dan maar sturen. Goede mensen die liever pen en papier gebruiken, haalden dit jaar een record. Anne Baert! Anne, jij verspilde dit jaar het meeste papier aan nutteloze bordjes, proficiat. En ondertussen weet ik luizen muis dat er chocotop aan toe gaat op die dag. De voorlaatste prestatie is er eentje voor onze adjunct-directrice Lievan Teunies. Lieve, jij gaf een record aantal leerlingen dispensatie. Maar ik heb ook van de media dat het een ongewilde prestatie was. Kunt u het even doen? Ja, op een ochtend werd ik wakker met een verschrikkelijk onwennig gevoel.
Ik wist niet wat mij overkwam. Het voelde alsof ik meer moest geven in plaats van nemen. Het liep die dag dus puigraag uit. Het was 3 uur 's middags. Ik moest daar in talen wetenschappen, van normaal gezien studie. Maar ik heb toen dispensatie gegeven. Ik denk nog steeds met pijn in het hart terug aan die dag. Ik kom het snel doorheen. Dank u wel. En dan nu, last but not least, Lisa Opzomer en Ruben de Baardemaker. Jullie krijgen op deze titel leerkracht de meest onwettig afwezig. Dit dankzij jullie grote inzet door het klimaat. Maar nu heb ik jouw befaamde uitspraak die ze stand houden. The bar is set high in modern languages. Ook het niveau van Nederlands is niet gedaald. Dat valt te zien aan de resultaten van de leerlingen. Proficiat. Zo, dit waren ze dan. Stuk voor stuk straffe prestaties door nog straffere mensen. Om deze talentvolle groep te belonen, hebben we in samenspraak met meneer Akkerman een reiscadeau gedaan. Volgende week vertrekt ze naar het zonnig beroep. Nog een fijne avond. Dag! Glass.
looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Experience some turbulence. Normally I would say fasten your seatbelts, but
We know it's happening. We have a great budget. Mr. Ackerman didn't pay enough for the flight, so we didn't have the money to fix our left wing. Anyway, enjoy your flight, Airs Airlines. Oh no, this is not good for me. I'm very very rich. Ja, ik moet wel ook een paar keer rijden geven. Dan ben je er allemaal af van. Ja, het volste vertrouwen. Geef het je meneer. Thank you.
gecrashed, hè? Allee. Echt griezelig. Zeg, collega's, heeft iemand een idee waar wij verzeild geraakt zijn? Allee, Koen, jij bijvoorbeeld, jij geeft toch aardrijkskunde? Ja, mijn beste Johan, ik heb geen flauw benul. Het is weer een zwaar weekend geweest voor mij. Misschien moet ik eens naar het bord zitten in deze lijst. Oh. Ja, ja. Ja, aan deze roltoer kan ik constateren dat wij ons in het midden van de jungle bevinden. Nou, je meent het. En dan zeggen ze de aardrijkskunde leerkrachten hoger kunnen dan de leerkrachten. Kijk die typisch jongen. De jungle, best wel een romantische plek, hè? Dit is hier duidelijk een miserabele situatie. Onze piloot is zo dood als een pier. Kan iemand eens even gaan kijken of het GPS-systeem van het vliegtuig is? Wel, ik zal dat hier lang gefixt. Oei, dat is een aardig dat die een bal die Johan voor ons koopt. Van normaal zien uit hier wel zo'n noodsknopsknop. Ah, hier. Ja, dat werkt nu niet. Jongens, stel voor dat we allemaal op mobiele telefoontjes checken. Ik wil dat iemand een signaal van ons had. Jongens, mijn kans is op dit moment. Ja, jongens, dat werkt hier duidelijk niet. Ik stel voor dat we hier overnachten. Het gaat straks donker worden. Het is uitgesloten dat we de komende uren op zullen wegraken. Een aannemend plan voor het moment lijkt. Ik sta voor dat we hier overnachten en morgen zullen we onze plannen overlopen. Ja? Wel, ik ga alvast voortgaan om een mooie buurt te maken. We zullen trouwens op zoek maken afstand uit de tijd van Homo Erectus. Maar ik heb gebruik voor meerdere redenen. Want licht, zo is. En het belangrijkste natuurlijk, het wordt beschermd tegen ons nu. Om een vuur te maken, kon u twee manieren hanteren met vuurzeden. Of de techniek die persoonlijke zeden goed beheerst, zal dat snel eens demonstreren voor jullie. Kom maar, daar kom je. Kom maar, jongen. Ja! Meer bepaald een drankspelletje. Ja. Ik heb met een aantal attributen in het vliegtuig. Oké. Thank you.
denk toch dat je net nog gaat aan je hebt. Ik heb mijn leerlingen thuis in de kleedkamer moeten spelen. Ja, echt. En hoe gaat het spelen? Dus je begint je zin met never have I ever. En als je dan deze, die actie ooit hebt uitgevoerd, ja, dan moet je een shotje nemen. Oké. Lieve Johan, ik sta voor dat jij hem kent. Ik heb een weekbericht gelezen. Never have I ever. Ik heb een keer geen idee. Een affaire gehad. Scheid! Fout van mijn leven. Harald, echt, dat kwetst mij. Dat kwetst mij echt al. Oh. Harald, laten we verder gaan. Never have I ever het idee gehad om een mede-collega van kant te maken om dan zijn of haar positie in te nemen. Zo oneetisch. Never have I ever mijn naam veranderd. Wel, misschien heb ik nog een vraag. Never have I ever met een leerling een best gedeeld. En jij denkt, die graal, waarvan wij dus nog niet eens weten of die wel echt bestaat, terwijl ik tegen het licht lopen, omdat we ons ook ergens in het midden van een jungle vinden. Wat een die vloek van. Zeg, Isabel, gelieve de vrede te bewaren, we hebben al genoeg aan het hoofd. Maar, wat betreft het plan van Dominique Verhagen om een zoektocht te starten naar die graal, als niemand hier andere ideeën heeft, zal dat ons plan worden? Wel, kijk, ik kan nog eens keer proberen om dat vliegtuig te repareren. Zie je dit spul hier? Dat is goed spul, hè? Maar ik kan allemaal misschien een flinke portie nemen en zijn we zo op een andere planeet. Zeg, Arnold, doe je drugs, doe stars aan. Ja, dat is dan duidelijk. Morgen zullen wij onze zoektocht starten. Of hoe ik het zou noemen, expeditie Graal. Ja. Oké, jongens, ik stel voor dat ze allemaal gaan slapen. Een aantal onder ons zitten te zien boven het theewater.